Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 201 van Rijt Kick op de Week. Ja, deze week het project Tiguan R afgerond. Hij komt nog één keertje terug voor een kleine aanpassing. Maar het resultaat is echt fantastisch mooi. We hebben er heel veel uren in gestoken, maar tot in detail is hij veranderd. Laten we jullie uiteraard in deze aflevering zien. Porsche 992, die hebben we compleet aangepakt, een heel mooi pakket opgebouwd. Ja, daar komt een oude liefde weer terug. Jullie zien zo, ja, sommigen zullen misschien al een vermoeden hebben, maar daar komt weer een oude liefde terug. Een oude liefde, een hele oude liefde. Verder natuurlijk diverse leuke reparaties in de werkplaats. We zijn trouwens ook deze week begonnen met het plaatsen van de verdieping in de werkplaats, in het achtste gedeelte van de werkplaats. Er is een joekel van de verdieping komen liggen. Ja, ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 201. Ja, en terwijl wij hier in dat koude, natte Nederland lekker hard aan het werken zijn, is onze monteur voor anderhalve week in Dubai. Op dit moment staat Luc op de parkeerplaats voor de Aldi, waar diverse lokale huisvrouwen aan het hamsteren zijn voor de kerstinkopen. Met diverse vrij interessante en opvallende boodschappenwagentjes. Waaronder deze Lamborghini Aventador. De Urus en net terug zag je al de McLaren staan. De Bentley, ja, ook een manier. En wij beginnen aan een ander bouwwerk. De nieuwe verdieping, komt-ie. Deze maandag beginnen we met het plaatsen van de verdieping. Je komt hier van links naar rechts helemaal in te liggen. Krijgen we veel meer plaatsen door. En alle winterwielen naar boven, wat ik al eerder vertelde. Alleen de vloer die vind ik iets te laag. Dus ik heb net even naar meer magazijn gebeld. En die gaan nou klossen maken. Die onder de palen komen staan. Daar staat de paal. Daar, daar en daar. En dan gaan we dan een 6 centimeter ijzeren blok onderzetten die toch iets hoger komt staan dan nu. Boven, dat ik boven iets meer ruimte heb, dat vind ik minder erg. Maar hier komt die detailruimte hier helemaal. Dus die wil ik graag iets hoger hebben. Dus is al geregeld. Morgen komen ze terug met die aangepaste blokken. En dan komt dat in ieder geval goed. We zijn nog bezig met de Tiguan R, hier de BMW 35i Touring. We gaan zo meteen de twee niertjes eruit halen. De auto is ingeruild op de 540i uit 2020, even uit mijn hoofd. En dan gaan we die gaan we compleet showroom klaarmaken. Ja, helaas moet Bart even hier staan in verband met de verbouwing aan de andere kant. Dus je moet compleet gedetailed worden en zo meteen die niertjes wisselen. Zwarte nieren gemonteerd in de 35i Touring. Mooie dikke neus. Kijk dan. We zijn op dag 2. In eerste instantie was hij te breed. Hij zou gelijk komen met die kolom. Staat hij in totaal bijna een half meter te ver naar rechts. Dus heeft mede te maken door de overheaddeur. Kijk, die balk, die ligger hier, daar hadden ze natuurlijk rekening mee gehouden dat die tegen die klom aan kon. Dat kan ook, maar hier zit de deur. Dus hier heb je ook een klom. Deze. En die balk kan niet daar tegenaan, want er zit die strip
deze strip van de roldeur op. Dus dat scheelt al 17 centimeter, nee trouwens meer nog zelfs. De afstand van hier naar daar is al 20 centimeter denk ik. Maar nog stond hij niet gelijk met de bestaande kolommen. Dus in eerste instantie had ik gezegd van nou dan kort ze maar allemaal in. Dus dan moeten ze deze allemaal ingekort worden. Er waren nogal wat. Bij nader inzien, ja dat heeft iets met mijn autisme te maken. Deze muur gaat eruit. En aan de andere kant loopt die verdieping door. Dus deze verdieping steekt daar een heel stuk uit. Kijk, want hier hebben we ook die verdieping lopen. En die zou eigenlijk, was de bedoeling, die zou doorlopen. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. Maar ze wilden het netjes oplossen om het in te korten. En dan gaan we dus achteraf aan maar niet doen. En we laten het gewoon zo. Weer extra ruimte boven. Zo moeten we het maar zien. En hier proberen we dus moois dadelijk af te timmeren of iets in die richting. Aan de andere kant van deze muur staat die trap ook nog. Dus ja, daar valt ook dan iets minder op natuurlijk. Dus we laten hem zo mooi staan. Wil zeggen, een bredere poetsruimte. Dat is mooi. Alleen de ruimte die hier overblijft voor de uitlijner. Maar die had ik graag precies tussen die twee spanten in gehad. Dat is logisch. Nou, dat gaat hem nu niet worden. En daar komt een bandenbrugje te staan. Hier komt glas. Allemaal glazen schuifdelen. Compleet glas. En vandaar naar hier toe komt ook glas. Dus het wordt echt helemaal een glazen aquarium. Boven komt die hexagonverlichting tegenaan. Het vloertje moeten we even kijken wat we daarmee doen. De compressor, die gaat naar boven. Olie-silo die aan de andere kant van de muur staat, die komt daar te staan. En dan gaan we alles omzetten. De bruggen komen hier. Worden hier doorgezet. Dus van de week gaan we, als we de vloerdelen erop hebben liggen. Hier zijn ze met eentje begonnen vandaag. Als hij helemaal dicht ligt, dan schroeven ze de poten nog vast. En dan kunnen we met de heftruck die er dan toch staat, die wielen naar boven rammen. En dan hebben we die plek vrij. Daarna gaan die uitlaat allemaal weg. Gaan we de zolder vullen met de kentekenplaathouders, met wat rekken, wat schappenwerk. En dan krijgen we hier eindelijk weer een beetje plaats. En wat ik al zei, hier komt een extra magazijn voor alle losse materialen. Zoals de interne motorrijdingsmachine, het airconstation van Bosch, de veerpers, etc. Afval van de afval kliko voor de oliefilters, etc. Komt allemaal hier te staan. De Mercedes SLK, aan de onderkant toch wel wat vochtig, druppeltje eraan, naar boven toe. Tussendoor zie je ook wel wat nattigheid, aan deze kant is hij behoorlijk vochtig. Dus klant even bellen om te kijken wat we gaan doen. Een nieuwe Goodyear is gemonteerd op de vooras, achteras is nog aan de beurt. Maar we gaan eerst even de klant bellen. Even kijken wat hij hiermee wil. We kunnen het allemaal reinigen en even onder controle houden. We leggen dat meestal bij de klant neer. 35i Touring. Zal een beetje passen meten nu in de werkplaats. Deze moeten we eruit. Bart stond te poetsen. De achtste plek is natuurlijk bezet nu voor het plaatsen van die brug. 992 Cabrio. Die gaan we voorzien van een dik pakketje van Maxton. C63S op de brug. Hebben we het S-loompje vervangen. Die was van tot hier afgebroken. De klant klaagde dat de remmenlampje bleef branden. Even lampen. Zoals je ziet, geen voering. Dus die gaan we vervangen. Voor en achter. Ondertussen een stapje verder met de 992. Diffuser achter gemonteerd.
En ook de splitter aan de voorzijde is gemonteerd. Nu over naar de sideskirts. De 992 op de vierklommer voor het monteren van de sideskirts. Hier in beeld van de 911 na het plaatsen van de spoiler. Ziet er echt wel strak uit. En de sideskirts. Links en rechts. Dan gaan we hem even wassen. Dan gaan we ook achterbanden vervangen. Ze zijn goed kaal. Voor is nog goed. Dat is de wielenwissel. Winterwielen erop. Trouwe klant bij ons. BMW X5. Gaan we de afwatering, de afvoer van het panoramadak gaan we schoonmaken. En hopen dat dan de lekkage weg is. Er liep één band leeg. Linksachter. Dader gevonden. Oh, je klep. Even een beter beeld. En zo horen ze te zijn. Een BMW 435 Grand Coupé staat hier op de brug. De auto heeft een storing. Hij heeft echt maar 30% van zijn motorvermogen. We hebben hem meteen even uitgelezen. Eerst even mee gereden en inderdaad, hij heeft echt heel weinig motorvermogen. Hij geeft de storing op de wervelklep van de inlaat. Dat is deze klep. Die regelt de flow hoe de lucht in de cilinderkamers komt. Dus die gaan we even eerst de inlaatspruitjes even demonteren en even kijken wat er aan de hand is. Hij geeft aan dat een hefboom gebroken is. Maar ja, we gaan eerst even alles loshalen. Kijken wat het probleem is. Dit is de nieuwe. En deze zaten erop. Echt net niet geraakt. Alleen hier een beetje ijzer geraakt. Maar die zijn, ik heb ze nog nooit in heel mijn leven zo opgezien. En ze zijn al mooi bezig met een gat erin te maken om al deze spullen naar boven te verplaatsen. De baas zelf is bezig. Ja, baas, mag ik nooit zeggen. Een hond heeft een baas, zeg je dan. Maar, volle bak aan het werk. Een hele mooie M4 op de brug staan. De klant die hoorde een geluid uit de uitlaat, die rammelde een beetje. We hebben er verder naar gekeken. We hebben niet echt concreet iets gevonden. Maar waarschijnlijk komt het uit de kleppen van de Miltek uitlaat. Maar we laten de klant even doorrijden. Als het echt erger wordt, dan gaan we er wat aan doen. BMW M4 voorzien van zijn winterwielen. Het is donderdagavond. We hebben net lekker Chinees gegeten met het hele team. Meram heeft een teamoverleg geregeld. In samenwerking met Oomt en met Sven, een goede vriend van ons. We gaan kijken dat we de neuzen allemaal dezelfde kant op gaan krijgen. We gaan de taken juist verdelen. De eindverantwoordelijke per onderdeel bepalen. Een hele fijne en gezellige avond geweest die echt nodig was. Superleuk. Het is vrijdag, het is vroeg. De tweede dag van mijn EMG-cursus. Vandaag van 9 tot 4:30. Verschrikkelijk, maar we gaan er binnen toe. Hele mooie 300 pk sterke Golf 7R staat hier op de brug. Staat hier voor onderhoud en het monteren van een Maxton splitter en het reinigen van de naven. Ze zijn redelijk schoon, maar dat had de klant gevraagd. En we zijn nog bezig met de Golf R.
kwamen erachter met onderhoud dat de remblokken ook versleten zijn. En we moesten toch de wielen demonteren om de naven gewoon netjes te maken. Remblokken achter vervangen en remschijven en blokken voor. Dus daar zijn we nu mee bezig. En hierbij het eindresultaat van de Golf. Frontsplitter gemonteerd. Ziet er een stuk fraaier uit. Remmen zijn gemonteerd. Zoals jullie zien, nieuwe schijven. Achter mooi de naven. Zelfde kleur als de schijven voorgespoten. Kan niet er weer tegenaan. En de Volkswagen Golf gaat weer met de klant mee. Heel goed klinkend. En wij gaan weer verder. Voor een vaste klant uit Limburg gaan we deze Porsche Cayenne S e-hybrid aanpakken. Te herkennen aan die fluoriserende logo's die mooi matchen bij de remklauwen. Bij deze auto gaan we het onderhoud uitvoeren en de remvloeistofservice. En dan kan deze zijn weg weer vervolgen. We zijn even losgelaten. We hebben nu pauze tot 1:15. Al vanaf morgen 9 uur de cursus. En we moeten nog een half dagje. We gaan nog even een Mackie pakken. Mercedes SLK 230. Voorzien van 4 nieuwe banden. Daar neem ik flush uitgevoerd. Een brandstofpomp vervangen. Achteruitrijlichten gemaakt. In ieder geval een heel lijstje. Ik ben hem even van binnen schoon aan het maken. Dan ga ik nog een keer wassen en dan is die klaar om opgehaald te worden. Ik heb het er net even met onze lopende Wikipedia over gehad. Erwin, die weet alles van die auto's. Van auto's. Wat SLK betekent? Sport, licht, kort. Dus een sportieve, lichte, korte auto. Dat is de betekenis van een SLK. Deze dikke M4 CS gaat weer vertrekken. Dit was dag 2 van de EMG cursus. Met 11 personen hebben we daar gezeten. Het is een lange zit, wat ik straks al zei, van 9 tot 4:30. We rijden nu naar de zaak toe. En dan hoop ik dat we nog een beetje energie kunnen krijgen, want ik ben echt... Het duurde lang. Het duurde echt lang. Het is lang geleden dat ik zo lang achter elkaar gezeten heb. Alleen maar zitten. Natuurlijk praten, en dat doodt de tijd een beetje. Maar jezus mina, man. Het enige voordeel is dat je dag gewoon lekker lang duurt. De dagen vliegen voorbij. En deze dag die duurt wel een week, man. Maar goed. Weer wat... toch wat van mezelf geleerd. Maar ja, we moeten nog twee keer een halve dag nog en dan is het voorbij. 2 kilometer. En dan heb je dus 1 EMG op je naam staan. Heb je binnen 5 jaar nog een keer een EMG-cursus, dan heb je echt een zwaar probleem. En ja, een EMG-cursus kun je krijgen als je dus in 1 rit twee keer de fout in gaat. Dus stel, je geeft geen richting aan en je parkeert je auto in diezelfde rit op een gegeven moment dubbel, met dubbel parkeren, dan is dat einde oefening, EMG. En zo is die cursus, ja, of die EMG, die krijg je gewoon echt heel snel opgelegd. Zei die vrouw ook, sneller dan voorheen. Vroeger was het, moest je veel zwaardere dingen plegen, zeg maar, om zo'n cursus te krijgen. Nu is het al vrij snel dat je zo'n cursus kunt krijgen. En dan moet je er schuldig mee uitkijken. Want, en zeker als je al een EMG op je naam hebt staan, het zijn vaak ook hele simpele dingen. Echt, vergeet je verlichting aan te zetten samen met nog een dingetje, kun je al een EMG krijgen.
ik snap natuurlijk als je door het rood rijdt, als je te hard rijdt, alle standaard dingen waar je, waarvan je weet ik ben verkeerd. En natuurlijk, richting aangeven moet ook. Maar dus ook die minder grote dingen, kun je ook al de sjaak zijn. Maar goed. De laatste hand opleg aan de Volkswagen Tiguan. Veel details aangepast, echt heel veel. En ik morgen probeer ik wel even wat shots te maken van de auto met daglicht. Morgen zaterdag wordt hij opgehaald. Hij komt een keer terug voor een coating en voor een kleine het wegwerken van een kleine beschadiging die door ons is veroorzaakt. Dus die gaan we oplossen voor hem. Waar gehakt wordt, vallen spaanders helaas. Ingeralde GLE 300 diesel 2019 op grijs kenteken. Toe aan een beurt, olie afgelaten, morgen weer verder. Verder moet die compleet gedierd worden, dat is echt nodig bij die auto. Banden zijn zo kaal als, dat is de BTW afgereden en met deze valt het nog wel mee. Maar als je dan hier achter kijkt, ja, die zijn echt volledig weg. Mercedes SLK is klaar. Lijstje afgewerkt, nieuwe bandjes erop. Alle mankementjes opgelost, nieuwe antenne geplaatst. Schakelcoulissen gerepareerd voor die achteruitrijverlichting. We hebben nog meer gedaan. Bougietjes hebben we gedaan, filters hebben we gedaan. Interne motorreiniging heeft hij gehad. Morgen weer veel auto's afleveren. En hier staat hij dan. Een flinke metamorfose ondergaan. Ja, hij is wel echt super dik geworden. Ik rij hem zo meteen even naar buiten als de klant er is. Dan maak ik nog een paar mooie beauty shots. Maar hij is echt dik geworden. Wat hebben we gedaan? Nieuwe grill geplaatst. Die hebben we compleet glanszwart laten spuiten. De logo's gesmoked. Koplampen gesmoked. Een nieuw R-logo besteld. Glanszwart gespoten. Krijg je een hele agressieve neus van. Ja, weer een paar keer de vraag gehad, ook weer na de aflevering van de Volkswagen Golf Rally. Van laat je bejaardenafdeling nog eens een keer zien. Nou, even in een vogelvlucht, de 993. Deze heb ik al vanaf 2006. In het nachtblauw. Is toch wel een van mijn favorieten. We hebben hier de Ferrari 328 staan. 328 staan, die zit niet echt in mijn privécollectie. Die hebben gewoon op voorraad staan. Van 1986, origineel Nederlands geleverd. Deze staat wel in mijn eigen collectie. Golf VR6 2.8. Origineel Nederlands geleverd. 3 deurs. Van de eerste eigenaresse kunnen kopen. Met de Recaro stoeltjes erin. Rijdt fantastisch. Heeft net 100.000 kilometer gelopen met NOP. Zo vind je echt niet meer. 964 cabriolet. Die heb ik nou denk ik een jaar of 6. Schat ik ongeveer. 17 Sports Cup wieltjes eronder. Hele fijne auto mee te rijden. De Renault 5 GT Turbo. Fase 1. Auto van 1987. Origineel Nederlands geleverd. Heeft een kenteken van 1994. Deze is nieuw in Nederland geleverd. In 1987. Alleen heeft hij de eerste paar jaar op grijs kenteken gereden. Daarna is hij omgebouwd naar geel kenteken. Dat kon toen in die tijd. Er werden heel veel van die dingen op grijs kenteken gereden. Was het net iets makkelijker betaalbaar. Daarnaast de fase 2. Ik zal hem even zo houden. Dan kun je een beetje verschil zien tussen de fase 1 en de fase 2. Eigenlijk qua basis een beetje hetzelfde. Alleen vooral ook het pakket qua bumpers en qua verbredingsset is anders van kleurstelling vaak. Ander grilletje erin. Verder ander interieur erin. Ja, ik moet zeggen, die zwarte rijd ik weer een stukje moderner dan de rode. Eigenlijk gek, want het is eigenlijk in de basis een beetje dezelfde auto. Maar ja, ik vind die zwarte gewoon veel fijner rijden. Deze is van 1989. Ook origineel Nederlands geleverd. We gaan even naar boven. Ja, hier staat mijn Techno Violet BMW E36 M3. Is een sedan. Best bijzonder eigenlijk, hè? Want die dingen waren eigenlijk allemaal in cabrio of in coupé. De meeste natuurlijk in coupé vorm. Dit is de sedan versie en dan ook nog de SMG. 150 stuks, wereldwijd gebouwd. In de combinatie sedan en SMG. Auto's zijn origine een Franse auto. Compleet gerestaureerd.
Daarnaast zijn zijn maffiabroertje, 850, met de juiste motor erin, de V12. Origineel Nederlandse auto. Bij Zwarte Poorten in de provincie Zeeland geleverd nieuw. Daarnaast een Clio 16 klepper, de 1816 klepper. Met die originele schoepenwielen eronder. Eigenlijk, dit is een 1995er. Dus eigenlijk horen hier weer een facelift model wieltjes onder te liggen. Maar ik persoonlijk vind dit het mooiste wiel voor de 1816 klepper. Nou, met deze wielen werden ze uitgebracht in 1991. En later in 1995 kwamen die, in 1994 volgens mij, ik zie nog wel een 93 trouwens, kwamen die vijfspaakwieltjes. Maar ik vind, ik persoonlijk vind, onder de 16 klepper moeten deze wielen liggen, de Clio 16 klepper. De auto heeft iets in de 80 gelopen. Ook Nederlands geleverd, NLP erbij. Hele mooie auto. Opel Astra. De Gezi. 49.000 kilometer gelopen. Van origine Duitse auto. Volledig gedocumenteerd. En echt poepie origineel. Niet de 16 klepper. Had ik uiteraard liever gehad. Maar ja, het is of niet te koop of het was dit. En deze die is... ja, die is gewoon helemaal nieuw. Die is gewoon echt fabrieksnieuw. De 8-klepper. Maar echt zo fantastisch tot in detail gewoon nieuw. De Clio Williams. Auto van 1994. Die heb ik al vanaf 2007. Met die, die gouden wieltjes. Het dikkere interieur. Ja, vergeleken met de Clio 16-klepper. Is natuurlijk een 1816-klepper. De Williams is een 2-liter 16-klepper. Verder qua carrosserie gewoon hetzelfde. Ook die verbrede voorschermpjes, die verbrede achterschermpjes, die dikke motorkap. Interieur is hetzelfde, alleen een andere keuze qua bekleding. De blauwe gordeltjes, de blauwe tellers. 150 pk. Heerlijke auto. Ja, mijn eerste auto toen ik 18 was. 3250 gulden, moet ik zeggen. Gulden was het nog. Een Ford Escort. Dit is een XR3i. Ik had een XR3 niet. Ik was een carrotteur. Meer zat er niet aan. Maar ik was er o zo blij mee en trots op. 1981er. De HB65ZH. XR3 niet. In het zilvergrijs. En toen enkele jaren geleden was ik op zoek naar een Ford Escort XR3i. Gevonden. Compleet gerestaureerd. Die is helemaal los geweest. Alles eruit geweest. En die auto is gewoon echt werkelijk nieuw. Alles is gespoten, gepassiveerd. Alles is nieuw. Behalve deze. Deze moet ik een keer een nieuw aan zien te komen. Dat vind ik wel frisser kijken nog. Maar verder is echt alles aan die auto. Is nieuw. Nieuwe grill, nieuwe koplampen, nieuwe knippers. Heb ik al vaker verteld. Om een voorbeeld te geven. Ik heb eerst anderhalf jaar gezocht naar alle onderdelen. En dat bumperhoekje komt uit Italië. Dat stripje komt uit Frankrijk. Dat dingetje komt uit Oostenrijk. Die bumpstop. En zo heb ik alles bij elkaar gezocht. En toen ben ik hem compleet gaan demonteren. En alles laten herstellen. Het was behoorlijk rot. Maar dit ding is echt fonkelnieuw. Daarnaast de Volkswagen Carrado. Origineel geleverd bij Dame in Deurne. De Volkswagen Audi dealer destijds. Het is een 2 liter 16 klepper. Het is geen G60. 2 liter 16 klepper. 144 of zo gelopen. Met NLP. Hier hebben we niet mega veel aan hoeven te doen. Ik heb een paar deeltjes laten spuiten. Cosmetisch. De voorbumper hebben we volledig gespoten. Ik heb er een nieuwe grill voor ingezet. Er zitten nieuwe mistlampjes in. Nieuwe knippertjes zitten erin. We hebben er nieuwe wielen onder gelegd. Er lagen toen een paar fouten. Wat was het ook alweer? Ja, in ieder geval een of andere fout Porsche Cup imitatiewieltje lag eronder. Maar het is ook een hele mooie poepie originele auto. Daarnaast Volkswagen Golf 1 cabriolet. Auto heb ik ook al jaren 5, 6. Helemaal origineel. Niet gerestaureerd. Wel helemaal origineel. Heb ik hier van een bekende van mij gekocht uit Uden. Ik wist dat hij die auto had. En ik heb altijd gezegd, mocht je die auto willen verkopen, dan trek aan de bel. Nou, toen kocht hij een hele mooie oude kever. En werd dat zijn hobbyauto. En toen zei hij, van, nou, dan moet deze plaats maken, want ik heb niet meer plaats. Dus... Toen was hij beschikbaar, gekocht, nog steeds heel blij mee. Dan staat hier een origineel Nederlands geleverde
205 1.9 GTI, die heb ik te koop staan. Is een project, moet, tenminste als je hem nieuw wil maken moet je natuurlijk volledig los, motor eruit, complete carrosserie spuiten. Ik zou het leer, de bekleding opnieuw laten, opnieuw het interieur opnieuw laten bekleden. Ja, ik zou het motortje even aanpakken, nieuwe verlichting erin. En dan, als hij compleet klaar staat, hij heeft 130 of zo gelopen met NLP. Als je dan compleet klaar staat, dan denk je dat nu zijn auto op een gegeven moment op een duizend of 30, 35 zit. Er moet nog een liefhebber bij komen die eraan wil beginnen. Dat was eigenlijk mijn plan, maar ik heb totaal geen tijd meer om die dingen aan te pakken. Deze staat op een VH-kenteken, dus ook op een grijs kenteken nog. En die staat nog steeds op grijs kenteken. Die is dus niet meer teruggebouwd. Er is wel een achterbank ingebouwd. Dus binnenkant is alles weer teruggebouwd. Alleen kenteken is nooit omgekeurd bij de RDW. Daarnaast staat mijn gerestaureerde 205 1.9 CTI. Die is gewoon compleet klaar. Prachtige auto. We hebben een nieuwe kap opgezet. De wang van de stoel heb ik laten maken. We hebben heel de motorruimte, alles eraf gehaald. Alles gepassiveerd, gestraald, gecoat, noem maar op. Nieuwe verlichting heb ik erin gezet. Dus nieuwe koplampen, nieuwe knippers. Heel blij mee, 126 gelopen. Mooie knalrode CTI. Hier staat een origineel Nederlands geleverde CTI van 1991 of 92. Die heeft nog geen ton gelopen, maar ook, ja, zit behoorlijk wat werk aan. Er moet een nieuwe kap op, nieuwe rubbers die ik heb gehoord binnenkort beleverbaar zijn. Het interieur zou ik aanpakken, ik zou hem compleet spuiten. Maar dat is een mooie, origineel Nederlands kenteken erop. Met NLP en onder de ton gelopen, dus vrij uniek. Alleen ook heel veel werk eraan nog. Een paar jeugdliefdes. NSR fase 1. NSR fase 2 met de volle kuip. Die NSR fase 2 is trouwens een 80cc. De andere, de fase 1, is een 50cc. De MBX 80cc. En was je het mannetje op zijn dingen. Ho. Oma Gent herkennen ze meteen. Dat was best een forse brommer voor die tijd. Dat was in de tijd van de MTX en de MBX. Of, sorry, de MTX en de MB. Dat waren allemaal best smalle brommeltjes. En deze zag er al wat grover uit. Dat is trouwens wel interessant. Wel leuk om te weten. Het frame, de tank, et cetera. Dat is eigenlijk exact hetzelfde als de NSR. Dus de NSR is een beetje op de basis van de MBX geproduceerd toen dat tijd. Maar dat is een MBX 80. Die hebben, ja, oh god, jezus, ook alweer. Een jaar of 6-7 geleden heb ik die compleet gerestaureerd. Dat is helemaal nieuw, die brommer. Alles zit er nieuw op. Mooi ding. Dan hebben we hier mijn BMW M3 staan. Dat is een 2005 E46. Handgeschakeld, de 3,2. Een hele mooie auto in carbon zwart. Met een bruin interieur erin. Auto heb ik ook al jaren staan. CSL wiel opgelegd. Ik heb de originele M3 wielen er uiteraard bij. Maar ik vond dit een prachtig wiel onder zo'n M3. Heerlijk. En dan hier de Z3M Coupé. Ook een 3,2. Dat is een beetje de tijd van de E36 geweest natuurlijk. Heel veel pk's in een hele kleine auto. Een hele bijzondere auto. De meeste, ja, de echte autoliefhebbers, de mannelijke autoliefhebbers vinden hem fantastisch. De meeste vrouwen die denken echt van waarom? Waarom is dit ooit gemaakt? En die mag wel langs de, of naast de Multipla staan. Maar ja, ben ik het niet mee eens. Hele bijzondere auto. Ik zeg ook niet dat ik hem super mooi vind. Maar dit is zo'n fantastisch sturende auto. Ja, fantastische auto. Alleen ja, hij verdient geen schoonheidsprijs. Hij is eigenlijk mooi van lelijkheid. De schoen noemen ze hem wel eens ooit. En je snapt wel waarom. Er is even een kleine, niet vergeten. Die heb ik tussen de voorraad gezet. Daar staat hij onder. De BMW M3 E30. Auto van 1987. Auto heb ik in 2013 gekocht. In het Lach Zilber. Compleet los geweest. Alles aan gedaan. De originele BBS wielen heb ik er uiteraard bij. Normaal ligt er een schraal 15 inch wieltje op van BBS. Nu ligt er 18 inch op. Vond ik net iets beter bij de schermen passen. Maar wees je mooi, hè. Gigantisch veel werk gehad.
toen ik hem had gekocht en het ding had afgebroken, dus gedemonteerd had. Dan heb ik bijna zitten janken in die auto. Dan denk ik, waar heb ik mijn geld aan uitgegeven? Alles was rot. Hadden ze hem ook voor gewaarschuwd, als je met zo'n project begint, dan heb je op een gegeven moment een punt dat je denkt van, waarom doe ik dit? Nou, dat punt heb ik zeker ook bereikt, maar daarna, oh, hij is mooi, hè? Zo verschrikkelijk mooi. Auto van 87 heeft 186 of zo gelopen, 1998 geïmporteerd. Dat zijn ze dik, maar die heb ik echt compleet los gehad. Mocht je ooit interesse hebben in het verloop van deze auto's, ga dan even naar onze Facebookpagina. En ga dan naar foto's, dan naar albums. En dan heb ik bijna van elke auto wel een album van de restauratie of van de dingetjes die we aangepast hebben, et cetera. Misschien wel leuk voor de liefhebbers om even naartoe te gaan. Ja, dat was eigenlijk, en dan hebben we natuurlijk het verhaal van de Volkswagen Golf Rally. Daar later meer over. Verder de scuttles op de voorschermen die doorlopen op de deur, hebben we nieuwe besteld en compleet zwart spoten. De wielranden, die waren gewoon kunststof. Daar hebben we de structuur volledig uitgehaald. En die hebben we compleet glanszwart gespoten. De strips op de deur hier, die zwarte, die waren gerept. Of die hebben de vorige keer gerept, nu nieuw besteld en ook gespoten. De kappen op de deur, dus een klein stukje links en heel die kap en die achterste kap, die hadden behoorlijk wat steenslag. Dus die wilde de klant weer helemaal nieuw hebben we meteen gedaan. We hebben de naafjes gespoten, de velgen ontlakt, gestraald en compleet gepoedercoat. Alle raamlijsten zijn verwijderd. En hebben we nu zwarte geplaatst. Origineel Volkswagen. De spiegelkappen hebben we glanszwart gespoten. De complete hemel is eruit geweest, hebben jullie gezien. Daarna de dakreling gedemonteerd. Compleet gespoten in het zwart. Achter uiteraard hetzelfde qua wielen en spatbordverbreding. De achterlichten gedemonteerd. En die hebben we met een blanke lak met een beetje zwart erin gespoten. Dat ze mooi ook smoke zijn, maar daar gaat het ook niet meer vanaf. Het is geen folie, maar het is echt gewoon gespoten. In de achterbumper daar zit een reflectorstrip in. En die reflectorstrip die is normaal knalrood. Die is ook gesmoked. Zie je nu in verband met het weerkaatsing op de reflector iets minder. Maar zal zo meteen buiten wel zichtbaar zijn. De achterspoiler. Hier aan de onderkant is hij normaal kunststof zwart. Nu glanszwart. Dus spoiler gedemonteerd geweest. We hebben een nieuwe achterruit erin gezet. Die was bekrast. De zijruitjes. Daar zitten de lijsten aan vast. Dus daar hebben we complete zijruiten moeten wisselen. Auto's voorzien van een Akrapovic uitlaatsysteem, wat er al onder lag. Logootje achter, gesmoked. Airline logo, besteld, gespoten en geplaatst. Ja, ik ben vast nog iets vergeten. Maar het is een hele andere auto. Zometeen even wat leuke shots met iets meer licht. Om plaats te maken in de werkplaats gaan we alle uitlaten opruimen. Eindelijk een beetje ruimte. Ondertussen een klant in de showroom voor de Audi R8 V8 4.2 Spider. Marijn gaat hem eerst even tanken, gaat de klant even een proefritje rijden. Zonder inruil, zometeen meer. We gaan de Golf Rally ophalen. Auto zo even terugkomen voor wat dingetjes, wat zweten en zo. Dus de auto heeft natuurlijk heel lang stilgestaan. We gaan hem ophalen, want hij is onderweg naar Uden. Is er een band kapot gesprongen. Dus ja, de auto heeft natuurlijk jaren stilgestaan. Banden waren toen al ja, wel nog goed qua profiel. Alleen qua leeftijd natuurlijk al ouder. Dan vanaf 2014 tot 2022, eind 2022 dus, bij ons in de showroom staan. Ja. Vragen om problemen natuurlijk. Dus we gaan die auto nu ophalen. Staat hier een 40 minuutjes vandaan. En dan neemt de klant zijn eigen Golf 7,5 mee. En dan gaan we die auto, ja, we hebben het er ook al over gehad. Misschien dat ik hem gewoon terugkoop. Dat kan ook best zijn. Dus zien we zo meteen wel. Dit is toch goud, hè? 993 Turbo.
Wat is je lekker, hè? De verbrede turbocarrosserie. Die dikke taartschep achter op die kont. Ik heb zelfs een 993 ook. Alleen ja, dit is toch wel weer een beetje next level. Sorry. Deze heeft nu ongeveer een waarde van 200.000 euro. 60.000 kilometer gelopen. Een proefritje met de Audi RS Q8 in de rol van een Audi SQ7. De ingeruilde Tesla Model S van Royalistic is gedetailed. We zitten alleen nog met één dilemma. Zullen we de rep laten zitten, die matwitte, of de originele kleur tevoorschijn toveren? Laat even weten in de comments. Originele kleur is anthracietgrijs. De Volkswagen Golf Rally is geladen. We gaan kijken of we even die paar dingetjes gaan oplossen of dat we die auto lekker terug gaan kopen. En er is je weer. Ja mensen, dit was alweer aflevering 201 van Ride Kick Up The Week. Vergeet niet te abonneren. Onder dit filmpje even op abonneren drukken. Belletje aan en je blijft automatisch op de hoogte van het rijden en zeilen hier op de zaak. Zouden wij erg waarderen als je even die moeite wil nemen. Iedereen is wel bekend met onze merchandise. Er komt een nieuw artikel bij. We hebben best wel wat aanvragen gehad op de bodywarmers waar onze jongens mee lopen. Nu hebben we het zo gedaan. Ik heb een bestelling gedaan. De zwarte bodywarmers die komen in de webshop. En dan hebben we niet gekozen voor een transfer stickertje, zeg maar echt voor een borduring. Dus dan wordt het rijdlogo opgeborduurd, het ruglogo van Kick Up The Week opgeborduurd. Komen binnenkort in onze webshop. Zal enkele weken duren, maar dan zijn ze beschikbaar. Ja, rest mij nog om jullie een fijn weekend te wensen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 202. Fijn weekend.